Goedemorgen beste kijkers, vandaag zaterdag 1 juni 2024. Vandaag ben ik weer gewapend met mijn weekendvrij eerste klas moment. We gaan vandaag een toertje maken door Nederland. Er zit eigenlijk een kleine twist aan, want volgende week ga ik een andere video opnemen. Die moet nog even, dat zien jullie op YouTube wel wat dat gaat worden. Maar het is wel iets leuks en dat wil ik wel even bewaren. Maar sowieso wil ik dan vandaag ook even gebruik maken van het Duitsland ticket. Dat wil ik gaan doen. Ik wil vandaag naar Moesje Gladbach. Ik wil daar een video plannen die ik wil gaan opnemen. En dat wil ik misschien een beetje in NRW gefocust komen. Want ik heb laatst ook heel erg in Niedersachsen gefocust. Met de trein. Negeer mijn haar trouwens, want de wind rukt hem alleen door elkaar heen. Maar ik wil dus nu vandaag focussen weer op Nederland. Want ik heb de afgelopen video's natuurlijk heel erg op Duitsland gefocust. Ik wil nu even een herinnerrondje naar Nederland gaan doen. Maar met een kleine twist. We gaan vandaag al met de RE13 naar Moesje Gladbach. Dan kunnen we even kijken of we treintjes erom rijden. Misschien is wel wat interessant om daar in een opeenvolgende video, zeg maar, om daar een treintje te gaan reviewen of zoiets. Dus ik ga hem dan nog niet van binnen bekijken, maar dan wel vanaf de buitenkant. Kijk, het zou een beetje leuk zijn. In ieder geval, ik ben nu bijna bij het station. Ga je er met me mee? Hier klopt natuurlijk helemaal niks van. Kijk maar. Dit is die weg dat hij zegt rechts naar het station. Maar als je rechtdoor gaat, zeg maar hier dan gewoon zit hij nog een weg en dan daar zo, dan ga je veel sneller. Waarom ze dat hier dan zo hebben gedaan? Ik denk dat het te maken heeft met Google Maps, want Google Maps zegt dat deze weg ook sneller is. Maar als je gewoon die kant op loopt, daar is het station, zeg maar daar achter deze gebouwen ergens, dan is dat veel korter lopen. Het scheelt gewoon 5 minuten. Met deze trein gaan we niet naar Zwolle, Utrecht, maar naar Rotterdam. Juist, met deze Intercity gaan we naar Rotterdam Centraal. Een beetje doorlopen kunnen de trein eerder naar Eindhoven halen, want die heeft 20 minuten vertraging. Wel, dat is stom. Net weg. Geef niet, want mijn planning is toch nog, komt toch allemaal goed nog. Want de volgende gaat toch gereed voor nu op tijd, maar er is wel nog een storing rond dat Rotterdam zoiets van een zijstoring. Dus ja, we gaan wel zo richting spoor 7 voor de volgende trein die Eindhoven. Nou, net even een handkaaskazantje bij de Open Tijd Go gehaald. In ieder geval, de Intercity naar Eindhoven, Den Haag Eindhoven wordt gereden met Traction Intercity rijtuigen. Of ICNG die tegenwoordig rijdt. Maar de Traction Intercity rijtuigen zeggen heel veel mensen dat die vanaf de dienstregeling 2025 uit dienst gaat. Ik weet niet of dat zeker zo is, maar ik weet niet. Ik heb misschien dan ook in de periode dat ik geen tijd had. Ik kom niet heel vaak in de Randstad. Ik heb tegenwoordig laten staan Rotterdam, Amsterdam. Ik kom dan voornamelijk in de Randstad in Utrecht. En dan ga ik heel erg vaak richting Maastricht of naar het buitenland. Ga ik via Zwolle naar Hengelo. Dus daar ben ik laatst heel erg op aan het focussen, zoals je weet. Maar deze, ik weet niet of ik daar in de toekomst nog tijd voor heb. Dus ik ga hem nu sowieso even doen. Nu zit een tractie met Intercity rijtuigen op. En ja, gaan we even nog even kijken wat het allemaal is. Ik zit niet vaak in het materieel. Maar ook als je maar zo in een Virum, met deze Intercity gaan we zo naar Eindhoven Centraal. Kun je daar 3 minuutjes overstappen. Als je daar zo in een Virum zit, ben ik mijn trein geweest naar Eindhoven Centraal. Want de Intercity naar Venlo.
nooit geweten dat de tracks hier en de itinerarij hier een hokje hadden. In ieder geval het rampenstuk in deze trein. Ik vraag me of het ICG-8 in de toekomst dit zou kunnen redden. Met qua drukte in deze trein, want hier zitten natuurlijk veel meer zitplaatsen in. Nou, in ieder geval, ik in het hokje dus blijkbaar dus lekker gekleed. Met deze intercity gaan we naar Eindhoven Centraal. City naar Venlo. Nou ja, zit keihard. Maar deze in City gaan we dus naar Venlo. Met 5 minuten vertraging. De RE13 is dus niet zo heel betrouwbaar, ook al ga ik de eerste keer nu letterlijk mee, of de tweede keer misschien, want ik ben eens een keertje privé mee gereisd. Maar die RE13 is heel onbetrouwbaar, want die kun je even dus 20 minuten vertraging. We gaan even kijken of die nog überhaupt aankomt. RE13 heeft besloten te komen opdagen. Dit is echt niet normaal, deur defect. En er staat een hele rij voor die andere deur. En ik ga dit niet doen. Ik pak zo de intercity terug richting Utrecht. Gewoon niet normaal. Mijn 5 bakken, terwijl er in principe gewoon minimaal 10 op moeten zitten. En dan zou die ook nog zelfs vol zitten. Dus ik snap niet wat die bedoeling van is. Echt, er staan nog mensen buiten en niemand kan hem in. Dus ja, we gaan wel met deze ver en wel weer mee richting Utrecht. De RE13, dat is een martelhok. Ik pak al voort aan de RB61 vanuit de Hengelo. In ieder geval met deze intercity gaan we naar Utrecht Centraal. Utrecht Centraal. Ik zou bijvoorbeeld in City naar Groningen of Ankeren, een van die twee. In City Akkerpje. Met deze in City gaan we naar Meppel. Deze zet het station Meppel. Station Meppel, ja, het was een heel klein rondje. Ja, klein. Een korte video om van Duitsland, zeg maar. Dat een beetje tegen zat. Ja, ik ga niet nog een uur lopen wachten voor de volgende RE13. In ieder geval, ja, het laatste stukje ook wat minder gefilmd. Nou ja, ik moest wat dingen doen. Vind je deze video alsnog leuk? Like. En ben ik nou meer in nog meer toffe video's? Dan zie ik jullie in ieder geval in de volgende video. Doei!